هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانا واي واي بوسي في بيتاج واي واي اكتي بيتاج واي واي نيخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي ينوي خندور واي واي برايم برايم Jawel, jawel, jawel. Hier zijn we weer, dames en heren, met een gloednieuwe video. En ik heb er super veel zin in vandaag. Het is een tijdje geleden dat ik video's heb gemaakt. Stonden er al klaar. Maar ik heb er weer helemaal zin in en we gaan weer volop tegenaan. Ja, normaal gesproken zijn jullie gewend dat iemand hier is. Maar die is er nu niet. Maar wees niet getreurd, we gaan hem nu ophalen. Ik ga hem vandaag, ik wil niet zeggen dat het een verrassing is, maar... We gaan wel wat iets uitproberen. Zoals jullie weten is Billen natuurlijk super bang voor dieren. Het maakt niet uit, is het een mier, is het een mug, is het een vlieg. Het maakt niet uit. En hoe groter, hoe meer hij vreest. En daarom dacht ik nou juist, we gaan proberen kijken hoe dicht bij hij bij een paard durft te komen. Dus er is een jonge dame die is helemaal gek op paarden. En ze heeft een familielid die zelfs in de Olympische Spelen zit. Ja, ik ben benieuwd of zij het voor elkaar krijgt. Ze is super jong nog. En ik ben benieuwd of zij het voor elkaar krijgt dat Bilal überhaupt in de buurt van een paard komt. Ja, en het ultieme is dat hij uiteindelijk op een paard gaat zitten. Dus ik ben benieuwd. Dus, voordat jullie verder gaan, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken en vergeet geen comment te leveren. En ik lees sowieso alle comments. En het is niet te doen om op iedereen te reageren. Maar daar waar het kan, doe ik dat zeker. Yalla, ik ga nu Bilal ophalen. En zoals ze altijd zeggen, alleen maar liefde. Arvidesh. Ja, ja mensen, kijk eens wie we hier hebben. Ja, 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 ja. Alles goed, Willem? Oké, 3, 2, 1. Ja, ben je mensen weer? Jawel, jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video. Heb je er een beetje zin in, of niet? Ja. Heb je de mensen een beetje gemist? Ja. Echt waar? Klein beetje of heel? Oh, sorry. Oh, Bilal ruikt lekker hoor. Ja. Ah, ik ben je papa niet. Hey Bilal. Hey, wat wilde ik nou zeggen? Wat zie ik daar, dames en heren? Heb jij nou een baard? Heb jij nou een baard? Huh? Kijk eens, dames en heren. Hij heeft gewoon een baardje. En niet alleen een baard. Hij heeft ook een... Wat is dat? Ja. Hij heeft ook een snor, want hij is een echte. Een echte man. Dames en heren, ik heb hem nog niks verteld. Ik hou hem eventjes nog eventjes geheim. Jullie en ik weten natuurlijk wat hij zo meteen gaat proberen. We gaan het afwachten, we gaan er alvast heen. Maar intussen, wat moeten de mensen doen, Bilal? Abonneren, want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Tijd. Positiviteit. Ade. Alexi. Ga je ermee? Ja. High five. Ja, kom op. Kom nou. Oh, sorry. Ja, love. Nou, dames en heren, we zijn aangekomen hier, hoor. Nee. Wacht even. Wat ben je aan het doen? Hij weet nog helemaal niks. Alles goed? Ja. In één keer die camera voor je. Ja. Hè? Zit je haar goed? Ja, maar. Je neus zit goed, oren zitten goed, tanden zitten goed. Alles goed, Bilal? Nee. Oh, hij... Ja, dan... Jij vraagt... Wat zeg je? Ik ga meer kantine doen. Is goed. Hij is... Oh, ja, hij moet even wennen, even een beetje. Alles goed, Bilal? Ga met mij naar de paardjes. Nou, hij moet even alles controleren. Kijk. Ja, help mij. Ja. Hij durft wel echt dichterbij te komen, hoor. Ja. Oh, die hond. Nee, die doet niks. Oh, zo. Die doet niks. Ah, kijk. Wat is er, Bilal? Kijk eens. Ja. Bilal, ga je met mij mee? Hij moet eventjes wennen. Het zijn te veel dieren in één keer, hè? Ja. Kan die ook naar de kantine of niet? Dina, doe eens naar de kantine. Ja, die tilt ze niet op, hè?
Nee, dat dacht ik al. Zo, kleine man die beide handen die denken dat hij rijmen kan. Hè? Ja. Kerst op mijn paard. Oh, het ziet er mooi uit hier. Zo. Ja, tuurlijk. Hè. Hoi. Ja, hoe gaan we dit nou doen? Wat zegt die paard nou? Kijk, die paard is van haar. Hij zit vast. Zie je dat? Wil je te aaien? Nee. Nee, hè? Hey, het is wel bijzonder, hè, Bille? Hè? Mag ik aaien, Bille? Ik aaien. Nee? Oké. Durf je ietsje hier dichtbij te komen? Nee, hij doet niks. Ze praten tegen elkaar. Hij kan niet weg, hij zit vast. Kijk maar. Kom maar, spring maar. Kom maar op mijn rug. Op mijn rug. Ja, we gaan ze zo. Doen niks. Ze zitten in de stal, ze kunnen niet weglopen. Ja. Okay. Wil je naar buiten? Ja? Zijn we allemaal dicht. Oké, hij moet eventjes wennen. Hij moet even wennen. Hallo. Ik ga alleen even uit. Oké. Ja, rustig. Ja, rustig. Samen, rustig. Willen, rustig. Run. Wacht maar. Oh, je kleine hondje. Zo, hé. Nou, zoals je niet merken. Het is hem even te veel, wat ik al had gedacht. Maar we gaan gewoon geduld hebben. Hè? He? Ja. Oh. Oh. Zo. Maar je hebt jezelf nog helemaal niet voorgesteld. Nou, ik ben Sabrien. Sabrien. Ik ben 14 jaar. En ik doe aan paardrijden. Ik woon in Utrecht. Dus jij moet elke keer van Utrecht hier naartoe komen? Nee, ik ga elk weekend ga ik hier naartoe. En dan het hele weekend. En dan door de week zoekt mijn oma. Oké. Want de mensen weten wel niet helemaal wie jouw oom is, hè? Nee, mijn oom is Jessin Ramouni. Hij is net terug van de Olympische Spelen. Hij komt uit voor Marokko. Oké. En het is tweede Olympische Spelen al, dus... Het zit een beetje in de familie? Ja, jawel. En je moeder? Wat is er met de moeder? Heb je ook iets met paarden of helemaal niet? Nee, ik ben er wel vroeger mee begonnen, maar ik ben gaan voetballen. Ik ben het andere gaan doen en werken bij de politie. Hè? Moet ik je helpen? Ja. Dus nee, ik heb er niks meer mee. Ik durf er ook niet meer op. Nee? Nee. Oh, wacht even, jullie willen mij op zo'n paard krijgen, maar zelf durf je niet eens. Ja, ik zou het wel durven, maar ik heb er niks meer mee. Ik heb er gewoon echt niks mee. Oké. Dus zij wel. En onze baby. Grote vriend? Wat word jij? Ook paardrijden of liever wat anders? Nee, ik ben 8 jaar. Ik woon ook in Utrecht. Ik wil ook profvoetballer worden. Profvoetballer? Meen je dat nou? Ja. Maar ik zie een shirtje. Dit kan gewoon echt niet, hè? Dit kan niet, vriend. Hè? Dat snap je natuurlijk wel, hè? Ja. Wie ben je dan? Huh? Voor wie ben je normaal dan? Wat? Ronaldo. Voor wie? Ronaldo. Ja. Jongen. En jij wilde vrienden met mij worden? Ja. Dat gaat heel lastig worden, vriend. Oh jee. Wat gaat deze gozer nou doen? Wat ga je doen, Bilal? Oh jee. Hey. Bilal. Bilal, dan moet jij juist daarin. Nee. Wee, Bilal, wat doe je? Wat doe je, Bilal? Moet toch juist daar? Nee. Eten ze dit? Of is het gewoon Nee, het komt allemaal van hun stal, allemaal vies. Dus dit is allemaal vies wat hier zit? Ja, dit is allemaal vies. Bilal, ga je de kruiwagen legen? Hé, hey, nee, joh, gek! Oei. Nee, joh, gek! Ga toch niet eten? Nee, Bilal. Kom, gaan we hem legen. Gaan we hem weer terug daarin doen. Dan is die leeg. Wil je meer vullen?
Nou, dit is zijn manier dus om een beetje in te komen. Ja. Maar wat is, waarom wilde je heel graag een video maken met Billen? Ja, gewoon ook om te laten zien. Gewoon met paarden. En de meeste die zijn heel erg bang voor paarden. Hey. Dus gewoon echt goed om zeg maar, jouw angsten te overwinnen. En ook gewoon meer aan mensen te laten zien van hoe het echt in elkaar zit en zo. Ja. En hoe zit het echt in elkaar? Nou, de meesten denken dat gewoon niks is. Dat je gewoon dat paard het meeste werk doet, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo, zeg maar. Niet? Nee, helemaal niet. Jij moet juist het meeste werk doen. Ja. En, want het paard gaat niet dingen doen zonder dat jij het wil. We hebben een soort van die seintjes. Ja. Van als jij dat doet, dan gaat het paard ook iets doen wat jij hebt aangeleerd, zeg maar. Oké. Maar ben jij al in staat om een paard iets te leren dan? En ik ben nu met mijn oom allemaal dingetjes, bijvoorbeeld wissels, dat is zeg maar... soort van huppelachtig iets gaat doen. Dus dat ben ik nu met hem ook aan het leren. Ik zeg heel, ik ben ook echt bang voor paarden. Ja, kan wel. Dus... Heel veel mensen zijn bang voor paarden, maar kijk, als je er eenmaal bent en eenmaal geuit en... Oh, even normaal, Sabi, wat ben je aan het doen, jongen? Bille, hey, doe eens even normaal, joh, gek. Wacht, Bille, dan gaan we hem eerst even legen, anders gaat hij overlopen. En dan, kijk, gaan we hem leeg... Dan mag je hem weer vullen, Nee. Anders wordt het te vol. Dat kan niet meer. Ik weet niet of zij beste vrienden worden. Ik weet het ook niet. Maar ga wel. Maar kun je mij eerst eventjes meenemen dat ik bij daar alvast mijn angst over win? Ja, want als ik mijn... Wat? Een hond. Billen, het is gewoon een klein hondje, als hij. Het is een klein hondje, man. Nee. Hij is weg, Bille. Ja, hij is weg. Ja, hij is weg. Ja, wat was ik aan het vertellen? Ja, dus dat ik dus even eerst mijn angst moet overwinnen, want ik heb begrepen dat een paard jou aanvoelt. Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay. Maar als ik zeg maar mijn angst overwin, dan slaat het ook weer over op hem, want hij is ook heel... Ja, je moet eerst okay. Altijd een bepaalde band krijgen. Ja. Maar zullen wij dan alvast naar binnen? Ja, dat is goed. Oké, Bille, ik ben zo terug. Gaan we even gewoon naar het paard van mijn oom, die naar de Olympische Spelen is geweest. Wacht even, serieus? Ja. Wat voor is dat dan? Deze. Deze? Deze. Nee joh. Hey vriend. Hey. Mijn grote neusgaten zijn iets groter dan die van hem. Ze is van uit te lachen. Wat smeer je dan? Nee. Oké, okay, maar als ik hem nu... Hij doet niks toch? Nee, deze is echt heel lief. Ja? Ja, gewoon even laten ruiken en dan... hij is echt... geplakt aan een bepaalde persoon of persoon. Dat is jouw oom? Ja. En als ik er nou op zou willen, wat... Nee, bij deze kan je er niet op, want hij is best wel heel gevoelig. En hij is best wel snel bang ook. Oh, serieus? Ja. En hoe heet hij? Olly. Olly? Is het geen Marokkaanse naam? Nee. Deze niet, nee. Vorige paard van mijn oom wel. Oh, oké. Toen van de koning van Marokko gekregen. Nee, joh! Ja, dat wil ja. Toen is hij daarmee naar de Olympische Spelen gegaan. En door dat is het allemaal begonnen. Oh, ziek? Ja. Ik denk hij het Hemmet of zo. Nee. Ja? Nee. Oké. Okay. Zullen we naar jouw paard gaan dan? En hoe heet die van jou? King. Ah, ja. Jij bent zeker queen. Ja. Zo, ik schrok ook eventjes. Is dat jouw paard? Ja, dat is mijn paard. Nee, joh. Voilà, jullie denken wel makkelijk daarover. Daar thuis. Het is ook weer niet overdreven bang of zo, maar... Ja, ik durf er echt niet op, gek. Ik durf er echt niet op. Het zijn grote jongens, hoor, gek. Ja, waar is die gozer dan? Ik moet de laarzen aantrekken. Ik weet niet waar Bille is. Waar heb je hem gevonden? Ja, nog, hij was daar, ging bij mij meelopen. Ja, hij is net bijna hoeren gegeten. Hij is bijna net hoeren daar gegeten. Echt? Wat? Oh nee joh, kom. Wat? Hij kan niet, die deur kan zeker niet dicht. Ga maar staan, ze neemt hem al mee. Hij kan niks meer doen. Ja? Doet dit op YouTube? Ja, ik denk het. Ja, doe maar. Ja? Ja. Hij gaat zo. Lina. Goed zo. Moet ik hem aaien? Wil je samen met mijn paardje aaien? Goed zo, Bille. Zo, goed zo, Bille. Hoe oud is hij?
21. Ja, goed zo. Kijk, hij wil ruiken. Ga maar iets dichterbij staan. Kijk. Nee, dan laat hem maar op zijn tempo, inderdaad. Mag ik mijn eieren willen? Hier, kom maar. Kijk, hij wil ook ruiken. Kijk eens, Bille. Kijk eens wat ik ga doen. Ja, loopt die net weg. Ja. Ja. Oei, joh. Zag je dat, Bille? Die kan je aaien. Die is echt heel lief ook. Nee, deze ga ik een beetje met zijn lip doen. Nou, je moet zo leren aan elkaar. Nee, dan doet hij niks. Ja. Hallo, dat is Bilal. Ja, dat is Bilal. Ga je met mij mee? Ga ik paardje rijden, ga je kijken. Ja? En dan tegen haar praten. Kom. Ik heb een oortje in. En zij heeft een microfoon. En als ik hem aanzet en je praat, dan hoor ik jou via hier. Wil je eens tegen mij praten? Hoor je dat? Doe ik hem bij jou. Praat eens. Hoi Bilal. Is het gelukt? Ga maar kennen, man. Het is gelukt. Het is je gewoon gelukt. Goed van jou. Hey, goed gedaan. Oh, kijk, een witte Bille. Een witte. Deze kan je ook aaien. Dit is een opa. Opa paard? Dat is gek. Zo. Goed van jou, Bilal. Kom, gaan we hier naartoe? Nee. Hier, nee, zij gaat paard rijden. Ik ga paard rijden. Zij gaat paard rijden. Nou, we hebben ons volgens mij eerst hier kijken. Wil je hier kijken? Bilal. Hoi, Bilal. Wallah, die sloeg echt nergens aan. Deze gaat ook morgen. Kom eens één stap naar voren, Sam. Eén stapje. Deze gaat morgen... Nee. Hij zit een hek tussen, ik kan niet naar je toe. Hij gaat morgen, de paard gaat morgen wedstrijd. Kom eens hier. Kijk hier. Nee. Hoe laat nee, ik doe hem hier. Nee. Oké. Okay. Zal ik dan verder? Moet ze weggaan? Kijk eens. Wil je niet paard rijden? Vind je het niet zo leuk? Wil je straks die paard wassen? Met de kraan? Ook niet. Zullen we straks dat paard douchen? Jij met Sabrina samen, met z'n tweetjes. Ja, dan gaat jouw broer ook. Geen shampoo en zo doen. Ook niet. Moet Brahim? Moet Brahim erop? Nee. Brahim ook niet? Zullen we kijken hoe Brahim gaat doen? Kijk, dat vindt hij wel weer leuk, hoor. Hey, zullen we kijken wat Brahim durft, Bilal? Ik heb het wel. Wil je kijken of Brahim durft of niet? Ga weg, anders ga je een rammetje nog in vierkant in elkaar. Moet hij erop. Op een zaakje. Nou, hoe voelt dit nou zo op zo'n paard? Ja. Ik vind het wel fijn. Ja? Ja, want ik ben echt van kleins af aan ben ik al met de paarden bezig, ook door mijn oom. Dus ja, voor mij is het gewoon heel leuk. Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja. Is het ook een stukje ontspannen of is het echt wel fysiek zwaar? Ja, als ik echt heel veel stress heb en ik ben uiteindelijk weer hier, dan kan ik echt even mijn hoofd leegmaken. Dan voel ik me echt rustig hier. Oké. Wat je nu opmerkt is dat, dat we moeten zorgen dat Bilal zich nog veiliger voelt. Ga je ook paardrijden? Ik ga wel proberen, denk ik. En Bilal? En dus ik, bij de politie.
Wat je nu opmerkt is dat Bilal gewoon steeds vrijer wordt. We hopen steeds meer voor elkaar te krijgen. Maar het feit dat hij al durfde te eien, dat is al echt zo. Dat had ik niet verwacht. En heeft ze een beetje talent? Ja, ik vind het wel. Ja? Ja. Dus ze kan best ver schoppen? Dat denk ik wel. Ze heeft in ieder geval een heel fijn paard. En ze wordt, ze krijgt genoeg kansen qua begeleiding. Ja. En jij bent een soort van haar trainster of zo? Nee, dat niet. Ze traint meestal met Jessin. En ik help haar dan een beetje met proefgericht. Ja. Dat ze een beetje secuurder wordt. Want ze is wel nog in dat opzicht af en toe een beetje makkelijk. Snijdt ze een hoekje af. Ja. Het is niet helemaal netjes in het midden. Maar daarvoor is ze ook nog zo jong. Dus dat, ze is 14. Ja. Dan rijdt ze toch eigenlijk al best heel volwassen in het rond, toch? Ja? Ja. Hey Bilal, weet je wat Brahim gaat doen? Kijk eens, ik ga deze aan die paard geven. Brahim gaat deze aan die paard geven. Ik vind het paard lekker. Suiker. Zal ik dat doen? Goed? Ja. Ik wil jou toch echt wel zien stappen daarop. Ja, dat begrijp ik. Dat sowieso. En gaat hij echt niet weg zonder dat je het paard hebt gezeten. Bismillah. Oké, okay, nice. Kijk, hij gaat kijken. Ik moet je wel onder zijn mond doen. Ja. Mooi joh. Hey, zag je dat Bilal? Bilal, zag je dat? Ik heb hem gegeven aan hem. Ja. Ik ga nu proberen om Bilal zeg maar op mijn rug te krijgen. En dan kom ik deze kant op. Ik hoop dat we het voor elkaar krijgen. Ik heb hem hier op. Zij gaat op mijn rug. Zodat hij alvast een beetje went. Wat moet je zeggen? Wat ga je zeggen? Ga je harder zeggen of ga je zachter? Ja. Ga je harder zeggen of zachter? Ga je harder zeggen of zachter, Bilal? Ga je harder zeggen of zachter? Nee, alleen hier staan. Alleen hier staan. Kijk. Hij kijkt ook naar de koeien. Zie je dat? Ja. Damien. Zeg maar harder of zachter? Harder. Harder? Daar ga ik heel hard, ja? Doe je van je alsjeblieft niet af? Harder? Harder. Kom! Zo! Zie je dat, Bilal? En dan zal ik haar zeggen dat ze wat zachter moet? Zeg maar zachter. Rustig! Zachter, zeg maar zachter! Rustig. Zeg maar. Ja, je kan zo aan de overkant bij Schiphol werken, vriend. Goed? Ja! Oké. Nog een keer hard? Harder! Ja! Dat staat zo! Dat is niet de bedoeling hoor. Rustig. Ja, we gaan. 1 hour later. Nu mag je hier staan, Bilal. Ga maar staan. Kijk, hij gaat weg. Zie je dat? Ja, nee, jij niet. Wacht, ik ben er. Bilal, harder of zachter? Rustig. Bilal, harder of zachter? Rustig. Oh, ga maar lopen, Bilal, het is weg. Nee. De volgende stap. Zal ik jou binnen door laten zien? Is dat ik even iets met die paard ga durven. Aaien een beetje. Zeker, dat is echt helemaal dik, maar. Wil jij iemand blij maken met een zelf samengestelde groente of fruitmand? Bestel of kom langs bij Valerie. Want echte smaak beleef je. Oh joh. En nu, Bilal? Okay. Nee! Kijk eens, je kan het wel goed schieten. Run. Kijk eens, wat lukt er? Je hebt een maffiabaas. Zwaai je rechterbeen overheen.
Zo. Trek hem op. Leg hem in de open. Goed zicht. Ja. Dan kan je altijd dit vastpakken als je het niet gedaan. Zo gestresst. En als ik goed wil, doe ik het wel even zo. Ja, ja. Hey, Lille, kijk eens. Hè? Kijk eens, Lille. Wil je niet, Lille? Wil je niet? Hey. Brian, kijk eens. Brian doet. Hey. Oké. Okay. Ik kan wel even. Wil je niet op, Willem? Nee? Het is wel eng, hoor. Het is echt eng, hoor. Oké, nou, dames en heren, Mehassen is niet aan de beurt. No way. Ja. Je weet hoe je het heel veel moet houden. Oh nee, het is echt te hoog. Stop, stop. Wat doe je binnen? Niet met je been knijpen. Niet met je been knijpen, dan gaat het hard. Zeg maar, teken dat je hard moet. Je benen hangen los. Voel je enkels naar buiten. Dit, ja. Voel je enkels naar buiten. Dat is goed. Heb je hoogtevrees? Ja, ik vind het echt hoog. Ik ben het niet gewend op zo'n groot paard. Maar uiteindelijk, dat is het doel, hè? Dus ik ga niet één video maken. Je gaat door. Totdat je uiteindelijk durft. Ja. Toch? Willen jullie dat ook of niet? Laat even in de comments weten. Zodat we gewoon constant met die paarden in aanraking laten komen. Dat hij uiteindelijk erop gaat zitten. Dat is uiteindelijk het doel. Ja, toch? Brian Vlog. Dit moeder vroeger ook bij mij zo scrubben. Maar dan was het niet. Zat er niet zo rustig onder, kan ik jullie zeggen. Nee. Hij blijft hier. Ik heb geen snoepjes! We hebben al die koekjes! Ja, wel, ja, wel, mensen, die zijn weer! Willem, kan toch niet? Het is van ons! Kan toch niet? Zijn we opnieuw, mag je in je eentje? Jalla, 3, 2, 1. Jawel, jawel, we gaan weer! Jawel, 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 mensen, hier zijn we weer! Hoe vond je het? Leuk. Ja? Ja, ik vond het heel leuk. Had je verwacht? Of dacht je dat hij uiteindelijk op het paard zou... Nee, ik had zeg maar, hij is best wel moeilijk. Ja. Dus ik vond het wel knap ook dat hij überhaupt op het paard had geëindigd. Ja, en zo. Ja. En, maar vind je het niet knap voor mij dat ik uiteindelijk het paard heb? Ja, ik vind het heel knap. Heel stoer, ja. De meeste durven dat niet. Alles voor de views. Ja. Sowieso trouwens, voordat ik verder ga, even check even Insta. En volg haar eventjes. Want ze is bijvoorbeeld, ze is goed bezig met school. Ze is volop bezig met haar sport. En het, weet je, het is allemaal leuk en aardig en zo. Maar het vraagt echt wel wat om zoveel voor die dieren te zorgen. En het is ook niet echt een bepaald goedkope sport. En dat heeft ze uiteindelijk allemaal ervoor over om uiteindelijk de top te gaan bereiken. Dus we hebben meestal met artiesten en met voetballers en zo. Maar dit is gewoon weer compleet iets anders. En ik beloof jullie dat er binnenkort weer een nieuwe video komt. Want uiteindelijk, zoals ik al zei, is het doel om Bilo op een paard te krijgen. Ja. Of niet, Willem? Ja, 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 ja. En Willem, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte... Echte mannen. Vrouwen. Wat zegt zij nou? Echte vrouwen zijn wij. Wat? Zo'n dik snor, jij zegt dat je een vrouw bent? En wij geven iedereen alleen maar? Liefde. En wij zeggen altijd... Zo'n tijd. Aarde. Aardig Aardig Dechi. Alleen maar liefde.